Kijk eens aan, jongens, de dames die wel daar bijna weer naar buiten. Hartstikke mooi weer, Frits, vandaag. 15 graden nodig ongeveer in Limburg. Ja. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Hey, wat gaat er gebeuren binnenkort? Nou, de Rauten hem over volgende week dan de nieuwe ondernemersvereniging. Die wordt opgericht hier op Runewold. En Runewold onderneemt, een vereniging voor alle ondernemers. Een tijdje terug kwam een aantal leden van de handelsvereniging bij me en zei: "Goh, Frits, wil jij ook eens meedenken om voor een nieuwe vereniging voor alle ondernemers?" En we moeten ook de agrarische sector willen we daar graag bij betrekken. Nou, daar zag ik op zich direct wel wat in. Mm-hmm. Uiteindelijk is het natuurlijk heel belangrijk om gezamenlijk op te trekken en vooral nieuwe plannen, nieuwe ontwikkelingen. Maar ook, je hebt natuurlijk, iedereen heeft met infra te maken, iedereen heeft natuurlijk ook met nieuwe ontwikkelingen zoals de glasvezel en dergelijke te maken, waar wij als Runewold ook toch ook flink aan getrokken hebben. En op zich leek me dat hartstikke positief om ook als de agrarische sector daarin mee te draaien. Het is een vereniging waar alle categorieën en sectoren in vertegenwoordigd zijn. En van detailhandel, middenstand, bouw, noem maar op, heel breed. En dinsdagavond 26 januari dan is de aftrap bij Klok in Runewold. We nodigen dan ook iedereen uit om hier aanwezig te zijn. Ja, wie is iedereen, Frits? Want ik bedoel, mensen die zeg maar geen ondernemer bent, mag die ook komen? Nou, je moet wel verbondenheid hebben met ondernemerschap natuurlijk. Het is bestaande ondernemers en ook ondernemers die binnenkort graag beginnen willen te ondernemen, zijn natuurlijk van harte welkom. Maar het is toch wel met name een vereniging voor de ondernemers en zo moeten we dat ook zien. Ja. Hopelijk komen ook alle ondernemers hier in Runewold. Het wordt ook een gezellige avond, niet een avond puur voor informatie over de nieuwe vereniging, maar ook proberen we de avond ook gezellig, op een gezellige manier in te vullen. En dan ook na afloop zal er toch wat een netwerkborrel gedronken kunnen worden. Ja. Wij gaan hier met elkaar een hele goede avond van maken. En hopelijk ook dat heel veel nieuwe leden vanuit de agrarische sector hier aanwezig zijn. Het is met name ook voor de agrarische sector ontzettend belangrijk voor de toekomst. Ja, precies. Nou, daar ben ik helemaal mee eens. Ik heb zelf ook in de club gezeten natuurlijk, vanaf ondernemer in de Wolf. We hebben toen in het tellen geweest en we kwamen op 250 mensen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, zeg maar. Een soort bedrijven of eenmanszaken of ZZP'ers en nummer op. Maar een ZZP'er die mag toch ook gewoon komen, Frits? Jazeker. Die horen er ook bij. Dus ook de ZZP'ers allemaal van harte welkom. Toeristen? Toeristen. Of toerisme? Want toerisme, recreatie en toerisme is er ook bij betrokken nu. Er komt ook voorlopig een overgangsbestuur. Later zal er een nieuw bestuur gekozen worden. En wij zijn er ook heel enthousiast over. Ja. Nou. Wij zullen ook zou je denken van wat houdt dat in, zo'n nieuwe vereniging? En waar gaan ze zich mee bezighouden? Dat is ook met name natuurlijk richting gemeente, provincie en noem maar op, om ook de belangen, de behartiging van onze leden. En ook om voor een nieuwe ontwikkeling eens te proberen om subsidiemiddelen verschillende subsidiepadden ook proberen wat geld weg te halen voor nieuwe ontwikkelingen. Maar vooral belangen om ons heen proberen te dienen. Ja, en als ondernemers succesvol bent, dan ben je natuurlijk de inwoners ook succesvol. Want ja, wat is er nog mooier als je dus gewoon een boodschap op het dorp kunt doen, of je kunt door een boerderijwinkel, of nu allemaal maar op. Er nou, alles. Ja, daar kom je ook echt bij de basis natuurlijk wel voor zo'n vereniging, want het gaat natuurlijk om een leefbaar platteland. En dat is ook wel eigenlijk wel de reden dat je met elkaar de koppen bij elkaar steekt en zegt van goed, we gaan het samen oppakken en we zullen van Runewold een mooi ondernemend, leefbaar dorp maken. Juist. We hadden in het begin natuurlijk een winkeliersvereniging. Nou, dat is toen de handelsvereniging geworden. Maar bij de handelsvereniging, agrariërs en zo, die zaten er niet bij. En ZZP'ers en zo ook bijna niet. Maar dat is dus de bedoeling om alles een beetje te koppelen. Als je ondernemer bent of ondernemend in Runewold, dan kun je meedoen. Ja, zeker. Dat is ontzettend belangrijk om gezamenlijk op te trekken. Je moet dingen samen doen en dan weet je ook van elkaar af. Je kunt ook op elkaars problemen en ontwikkelingen inspelen. En vooral nu en in deze tijd is dat ontzettend belangrijk. Ja, en niet denken van ik mag er niet komen, want wat ik doe is niet ondernemen. Zo werkt het natuurlijk niet.
Je hoeft ook geen Kamer van Koophandel nummer en zo laten zien. Het is gewoon wat dat betreft wel vrijblijvend. Alleen de gewone burger, zeg maar, die niks meer ondernemen heeft, ja, die heeft dan in principe niet zo heel veel te zoeken. Maar mensen die, nou, die denken van, goh, ik ben al zo lang op huis, ik ben bijvoorbeeld al een hele tijd werkloos. En het vlot allemaal niet en ja, misschien moet ik maar eens wat van mezelf gaan doen. Die man komt. Ja, natuurlijk. Nou, natuurlijk. Uiteindelijk is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat ook mensen hun nek uitsteken. En als die zich willen laten informeren, van harte welkom. Ja, prima. Nou, je hebt ze er mooi bezig dan, kerel. Mooie beesten. Mannen gaan ze weer naar buiten. Ah, we moeten eerst de winter eens uit en dan moet gras weer groeien. Maar dit weer, dan begint gras natuurlijk al bij de groei. Maar ja. Ja, ik geloof dat morgen weer 10 graden kouder is bijna. Dus dat is weer een wezenlijk verschil natuurlijk. Ah, we hebben nog half jaar dus, maar ja, droom. Maar in duurt nog even. April of zo, gaan ze al die ja, april, begin mei. Heb je ook al die buiten om Frits? Nee, alles niet. We hebben de koeien, de melkkoeien lopen binnen. Het is wel insteek om droge koeien en jongvee weer buiten te doen. Ja. Maar de melkkoeien die blijven bij ons binnen. En ja, ik denk dat het klimaat en het welzijn in de stal ja, zo groot is dan in het land. Dus wat dat betreft, ze komen echt niks te kort. Nee, dat geloof ik ook niet, want je hebt er keurig bij staan. Keurig. Nou, tot morgenavond. En doen wij. We maken er een groot succes van. Hopelijk wordt het een hartstikke goede avond. Daar zitten. We gaan ervoor. Oh ja, mensen die moeten zich opgeven, hè? Ja, dat is wel een mooie. Ja. Dat kan natuurlijk ook via de site. Ja. En laat ze dat nog wel in doen als het mogelijk is. Dan komen we een klein beetje in rekening met aantal stoelen om. En ook ja, is natuurlijk voor de café heel belangrijk dat in BDW weet hoeveel mensen er komen. Ik verkoop je als je maar zijn. Ja. Ik zal toen nog hem onderzetten onder de filmpje waar ja, de mensen zich aan gaan. Nou, oké. Okay. Doe het zo. Come on. Tot morgenavond.